Gegroet, stelletje gierige guldens. En welkom bij een nieuwe aflevering van Mo No Poly. De vorige paar afleveringen waren nogal hetzelfde. Ieder potje duurde gigantisch lang en de winnaar, die zit hier. Dat is nogal eentonig, dus ik heb een geniale oplossing. Ik zet alle bots op hard. Dan krijg je hele korte potjes en de verliezer, die zit hier. Als ik win, zijn de potjes alsnog heel erg lang, maar dan heb ik wel gewonnen van die hardbots. We zetten natuurlijk het level op het Alien Spaceship, gewoon voor de gezellige hard difficulty vibes. En we genieten van een potje Monopoly met daarbij een heleboel gezellige feitjes. En het eerste feitje van vandaag is denk ik oprecht mijn favoriete feitje van het afgelopen jaar. Dit is het perfecte feitje. Het is het antwoord op een vraag die ik al heel lang had. En het is niet, maar dan ook niet het antwoord dat je wil hebben. Het is zo'n typisch feitje waardoor je voor altijd op een hele negatieve manier gaat kijken naar iets wat ooit oh zo mooi was. Ik wil vandaag met jullie gaan praten over cash money. Keiharde munten. Ik moet zeggen, cash money is redelijk dood. De laatste keren dat ik cash heb gebruikt zijn alweer een paar weken geleden. En dat is meer omdat ik geld in mijn portemonnee had. En dat is weer omdat ik jarig was. Oh ja, shit, ik heb cash. Oké, dan gebruik ik het maar. Ik kan me echt niet herinneren wanneer ik voor de laatste keer heb staan pinnen omdat ik echt geld nodig had. De enige situatie waarin dat echt een ding is denk ik als je wilt gaan stappen of zo. Van hé, ik ga vanavond de club in. Alhoewel, waarschijnlijk is daar pinnen nu ook best wel een ding. Vooral met dat hele contactloos betalen. Gaat lekker snel. De enige mensen waar je niet kan pinnen, dat zijn momenteel de daklozen. Als die ook zo'n pinautomaat bij zich hebben, dan is cash helemaal klaar. Ik ben dan ook niet zo'n grote fan van cash. Zit in de weg, het is onhandig, het duurt lang. Ik geloof dat 1 eurocent kost meer dan 1 eurocent om te maken. 1 eurocent is iets van 2, 3 eurocent waard aan metalen. Het enige echt leuke aan geld vind ik de geurtjes en de kleurtjes. En daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben. Ik weet niet of dit is omdat ik raar ben of dat jullie dit ook hebben. Maar ik vind dat kleingeld, vooral de munten, die ruiken fucking lekker, toch? Vooral de 5 centjes. Die hebben zo'n soort roestige, metaalachtige geur eraan. Beetje een bloedgeurtje, ijzergeurtje. Het is een interessante geur aan muntgeld. En je zou zeggen, dat is de geur van het metaal. Nee, het is echt totaal niet de geur van het metaal. De geur die je ruikt bij muntgeld is de geur van menselijk zweet en de vetjes die op je lichaam zitten. Die reageren met het oppervlak van de munt. En daarin ontstaat een andere lichamelijke stof die dus het kenmerkelijke luchtje heeft. Dus de volgende keer dat jij een muntgeld aan het ruiken bent en denkt dan ruik je dus eigenlijk de vorige eigenaren van deze munten. Ik vind dat redelijk bijzonder. We gaan zo meteen denk ik even die rode straat kopen. Dan maken we er gewoon even heel gauw een einde aan. Maar laten we niet te veel van stapel lopen met een heleboel straten kopen. Alles op zijn tijd. Precies, precies, precies. Ik ben ook wel benieuwd, als ik zo'n muntje heb, hoeveel andere mensen hebben deze munt al gehad? Kijk, biljetjes, die worden redelijk vaak vervangen. Want ze zitten in je portemonnee, ze gaan een beetje scheuren, scheuren, scheuren. Dus op een gegeven moment flikkeren ze zo'n biljetje waarschijnlijk gewoon in de grote brandoven. En dan drukken ze gewoon weer één nieuwe. Dat is ongeveer een beetje hoe dat netjes zou werken, denk ik. Het fijne aan muntgeld is juist dat ze gaan veel langer mee. Dat is het voordeel van munten. Eigenlijk zou je gewoon alles moeten vervangen met munten. Is veel makkelijker dan briefgeld. Het enige probleem is dus dat die munten gaan heel lang mee. Dus wat je ook krijgt is dat die munt is echt al langs heel veel mensen hun handen geweest. En die handen zijn zeer zeker niet altijd gewassen. Nu ben ik vooral benieuwd, zijn er mensen die hun muntgeld schoonmaken? Dat moet haast wel, toch? Mensen met smetvrees of zo. Mijn vader had altijd een hele grote schelp. En iedere keer als hij kleingeld had, dan deed hij gewoon, dan flikkerde hij dat in die schelp. En als we een keer in de snackbar gingen, dan graaide hij gewoon een handje kleingeld, weet je wel. Het is toch mooi dat je af en toe even een soppie maakt voor de afwas. En gewoon hoppakee, al dat kleingeld erin flikkert. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn kleingeld aan het afwassen. Ja, waarom? Dat shit is fucking goor, man. Dus laten we snel stoppen met kleingeld.
Shit is smerig. De enige persoon die ik ken die geld schoonmaakt, dat is Donald Duck. In heel veel van de oude Donald Duck strippies. Dan had je Donald Duck en die maakte dan het geld van Dagobert Duck schoon. Dat was zijn baan. En dan kreeg hij dan 10 eurocent per uur voor. En dat is onderbetaald. Ja. Oh man, skere tijden. Ik was vroeger superfan van de Donald Duck, maar ik heb nooit een abonnement gehad. Ik las ze altijd bij de kapper, nog steeds. Als ik nu naar de kapper ga, wat ik echt trouwens heel snel moet doen. Gewoon een soort ritueeltje, ik lees altijd de Donald Duck. Gewoon een leuk blad. Ja toch? Ik denk niemand ken die echt met een grote passie de Donald Duck haat. En waarom zou je ook? Ik zit even te kijken, ben nu gewoon heel snel het bord overgegaan en heb gewoon alles gekocht wat ik zag. We kunnen ook gewoon die pakken en gewoon echt de duurste straat van de game nakken. Maar weet je wat, als rood open staat voor een zakelijke deal, zou ik zeer zeker graag deze van je willen kopen voor nou pak een beetje 369, lijkt me een prima prijs, of niet makker? Zou ik ook doen als ik jou was, hoppakee. Ploep. Wat wil je nog meer ook weer zeggen over muntgeld en smerigheid? Nou, ik wil graag praten over een andere vorm van muntgeld. Als ik denk aan geld van vroeger, in de tijd dat ze nog schelpjes en steentjes gebruikten, ja. Hoe zie jij die munt voor je? In mijn hoofd zie ik zeg maar een ronde stenen munt met in het midden een vierkant gat. Is dat bij jou een bekend beeld of ligt het gewoon aan mij? Ronde munt, vierkant gat in het midden. Nou, deze munt heeft namelijk daadwerkelijk bestaan, alleen het tegenovergestelde van klein geld. Groot geld. Dit zijn de stenen van Rai. En dit zijn munten die zijn fucking groot. Maar precies dat, stenen munt, rond, groot vierkant. In het midden. En deze stenen bestaan nog steeds vandaag de dag op het eiland van Yas. J-A-S. Ik geloof dat het weer valt onder een land wat je waarschijnlijk niet kent. En dat is dan weer een soort van deel van Amerika. De eilanden van Yas hebben een aantal van die rijstenen. En die stenen zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik als geld. Maar het ding is dus, deze stenen zijn te groot. Dus als je die steen koopt, dan krijg je hem niet zo in je auto mee naar huis. Nee, de steen blijft gewoon op zijn plek staan. En er is gewoon een belofte dat hij vanaf nu van jou is. Zo van, oh, ik wil graag de steen. Oké, dat is dan een paar duizend euro. Oké, de steen is nu van jou. We gaan hem niet verplaatsen, maar in principe is het nu jouw steen. Er zijn een aantal banken wereldwijd die gewoon in een grote openinghal waar je binnenkomt eens zo'n steen hebben staan van kijk, ha, geld, leuk. Het is best wel tof, die stenen. Het is best wel een interessante manier. Eigenlijk is het gewoon een beetje vergelijkbaar met goud. Het is gewoon iets wat wij een waarde hebben gegeven. Er komen niet meer van die stenen bij. Alhoewel, hoe moeilijk is het om een neppe te maken? Nou, geen idee. Je kan het proberen. Ik vond het in ieder geval best wel tof. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar weet je wat nog toffer is? Ik las net over het allerbeste seksspeeltje. Het is een dildo, ja. Met een ingebouwde webcam. Waarmee je dus de binnenkant van je lichaam live kan bekijken. Maar dat is niet alles. Has science gone too far? Sowieso. Dit ding is gekoppeld aan je wifi en heeft bluetooth. Zodat je dus live kan streamen. De binnenkant van je lichaam. Want, maar natuurlijk wil je dat. Ik had het gevonden op een website voor nerds. Niet zozeer als, hey nerds, gebruik dit als seksspeeltje. Nee. Er waren een paar nerds die lieten zien hoe makkelijk het was om dit ding te hacken. Als in, stel je buren hebben er een, dan kun je heel makkelijk hun wifi netwerk binnen. Kom je vanaf daar bij de dildo en dan kun je gewoon live meekijken in de binnenkant van je buurvrouw. Ze had echt een hele uitgebreide uitleg van hoe makkelijk zo'n ding te hacken is. En dan kom je gewoon een beetje op het punt dat je denkt van ja, waarom bestaat dit soort bullshit? Wie heeft dit nodig? Er zijn zoveel dingen waar je denkt, ja maar oké, waarom, weet je wel? Je kan het doen, maar waarom zou je het doen? Even kijken, dat we 469 doen. En ze blijven declinen. We kunnen even gauw deze bieden. En dan doen we 369, doen ze het sowieso wel in dat straatje, ja. Je moet er even wat voor over hebben om snel te winnen, denk ik. Oh, declined? Oh... Ja, nee, ik ga je niet nog meer shit geven, sorry, maar dan kom ik zo meteen even bij je terug als het hele vestigingsklimaat, de dividendbelasting wel of niet is afgelast. Ik kom zo meteen bij je terug. We kunnen ook gewoon even rood uitkopen natuurlijk. Vandaag is rood. Super flauw. Even kijken, ik wil graag deze twee van jou. En ik geef daarvoor, nou doe eens gek, doe eens raar. 666 is wat anders dan al die... Yes, kijk, dat is ook een straatje. Misschien had ik beter even kunnen wachten tot iets later in het potje. Maar ik zei, de potjes duren te lang. En wat je dan gewoon moet doen, is gewoon volle bak agressie. Als eerst even gooien trouwens. Dikke tip is altijd... Oh, ik heb al gegooid. Altijd eerst gooien, dan kutten. Oké, we kunnen hier gewoon... Ja, bouw gewoon lekker vol, joh.
Dit is 600. Beetje risky. Ah joh, kan wel wat dingen op de kop leggen. Zijn er mensen in de buurt? Oh ja. Wat is het verschil tussen 600 en een hotel erop? Ja, wel echt veel geld. Fuck it ook. Zucht, pijnsteun. Als je een potje wil winnen, dan moet je er hard in. Nee, als één iemand erop komt, heb ik al dat geld alweer terug, joh. Dit komt goed. I got this, denk ik. Het enige waar ik me zorgen over maak is dat ik heb nog geen deel van die groene straat. Die zit bijna vol. Als ik gewoon even iets van die groene straat heb en iets van die oranje en iets van die roze, dan zijn we binnen. Als ik gewoon even het halve bord nog in mijn bezit heb, dan ga ik dit potje winnen. Ik heb het wel vaker met apparaten dat ik denk, oké, tof dat de technologie zo ver is met de Bluetooth en de wifi, maar waarom? Er is een sappers, die kwam vanuit Silicon Valley, die was iets van $600 toen die uitkwam. Die kon je dan linken aan je telefoon. Dan, waarom? Het is een sappers! Je hebt ook wasmachines, die link je met je telefoon, dan kun je zien wanneer de was klaar is. Dit is echt de paar honderd euro extra die ik ervoor betaal waard. Mijn stagebegeleider momenteel, die heeft nieuwe zonnecelletjes. Dat vind ik dan wel weer tof. Niet zozeer de nieuwe zonnecellen, die zijn ook best wel tof. Maar hij heeft dan een app. Die is ook... Hij heeft hele hippe zonnecellen. Ik was er net tegen, nu ben ik voor. Zijn zonnecellen zijn gekoppeld met de wifi ofzo. Dus hij kan live op zijn mobiel... kan hij zien hoe ze zonnecellen doen. Dus hij zegt, 12 uur? Nou, ik pak 3 kilowatt per uur momenteel. Ik vond het best wel vet dat hij gewoon live een update kreeg... van hoeveel energie hij aan het winnen was met zijn zonnecellen. Daar ben ik dan weer wel voor. Nou, we gaan even alles gauw op de kop zetten. Ik wil gewoon graag even dit stationnetje er ook nog bij kopen. Dan kunnen we mooi zo meteen even een rijltje maken met paars waarschijnlijk. Ik heb zomaar het gevoel alsof ik dit potje aan het winnen ben. En het voelt fantastisch. Als mensen ook nog even wat geld aan me zouden willen geven, dan zijn we helemaal klaar. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Even kijken, wil ik er meer over hebben. Ik vind deze wel echt heel tof. Ik had een verhaal gelezen nu we toch aan de rare sekshoek zitten. Een man die zijn relatie is kwijtgeraakt, zijn huwelijk zelfs, door... YouTube Premium. Je hebt er vast van gehoord. YouTube heeft dus nu Premium gereleased. Voor mij is het eigenlijk gewoon YouTube Red, maar dan in een ander hoesje. Premium houdt voornamelijk in geen reclames meer. Je betaalt er dus voor natuurlijk, hè. Je hebt geen reclames meer. En eindelijk, YouTube kan doorspelen terwijl je in een andere app zit. Oh, je kan gewoon daadwerkelijk op je Twitter zitten en gewoon mijn heerlijke stemgeluid op de achtergrond hebben. Dat is zo irritant op je mobiel, dat je per se die YouTube app open moet hebben. En wat je kan doen is als je je mobiel lokt, dan loopt het geluid ook door. Ik heb dat heel vaak in mijn bed een YouTube video kijken en dan per ongeluk, op een of andere rare manier, druk op een knopje op mijn mobiel, weet je wel, en dan flikkert de video weer weg. Super irritant. Wil eigenlijk deze wel kopen voor de maximale winst, maar dan hebben we even wat... Oh, tuurlijk, we kunnen gewoon die hele rode straat nog op de kop leggen. Hey, wat een super goed idee. We werken onszelf gewoon helemaal de schuld in. Als iemand niet heel snel op ons vakje komt staan, gaan we kapot. Maar... het is het waard. Sowieso, het is het altijd waard. Ja hoor, kom maar door. Ik denk dat we echt bijna onmogelijk kunnen verliezen op dit punt. Ik bezit zo'n beetje iets van iedere straat in het hele spel. Please geef me geld. Alleen die roze straat, dat wordt mijn ondergang. Sowieso. Ja, nee, dacht niet, pik. Even proberen die van me te stelen. Ja, leuk geprobeerd. Oké, als iemand even mijn vakjes kan komen. Er is echt niemand in de buurt momenteel, maar... heb gewoon even een paar beurten geduld. Oh, ga naar start. Kijk. Zou ik zeker even doen. Dat is de goede hoek om te zijn momenteel. In ieder geval, er was een man. En hij was, geloof ik, stiekem gay. Niks mis mee. Alleen stiekem geduld als je een vrouw hebt, ja. Hij had dus blijkbaar zat in een YouTube tutorial te kijken. Getiteld, hoe maak je je anus schoon? En toen kwam zijn vrouw dus binnen. Dus hij denkt, oh shit, ik druk gauw zeg maar zo klik zo de video weg. Maar omdat hij dus YouTube Premium had, liep het geluid van de video door. Waardoor hij dus ja, niet de video weg kon klikken. En zijn vrouw dus opeens dacht, waarom kijk je video's over hoe je je anus schoon moet houden? Blijkbaar was hij niet een man van hygiëne en was, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe ik mijn anus schoon hou. Geen goede argumentatie. En zo is de relatie uiteindelijk stuk gelopen. Waarschijnlijk ook de combinatie met het vreemdgaan. Als je man in één keer zegt, ja, ik ben biseksueel en ik hou van een schone anus. Daar is niks mis mee. Maar... dan denk dan is het toch meestal wel een ding dat ze ook een beetje vreemd gaan en zo achter de rug. Ja toch, hey, waarom ook niet? Ik weet niet, oh, ik wou net zeggen, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar dit is mijn ondergang, of niet? Hello darkness, my old friend. Oké, wel best wel wat geld. Zoals altijd natuurlijk, even kijken. Ik wil graag ruilen met jou, sukkel. Ik wil graag die ruilen voor, ik heb één stationnetje, ja, die ernaast. En dan krijg je er ook nog eens 269 bij van mij. Van ome Rickert. Ik vind dat best een goede deal. Hij is ook nog eens mortgaged, ja.
Die gele is mortgage. Oké, weet je wat? Schat, maak er 369 van. Ik kan hem ook van de mortgage afhalen. Waarschijnlijk vindt hij dat leuker. Gaan even deze afbetalen. Even kijken. Ja, aan de andere kant, ik wil hem echt hebben. We moeten nu even gauw wat gaan doen, anders gaan we verliezen. En daar hou ik niet van. We kunnen hem ook 400... Ja, ik weet niet, man. Zakelijke shit opeens. Ja, dit met 269 moet het echt wel lukken, hoor. Die gasten wel gewoon een sukkel, of niet? Oh, zijn ding is ook gemorgerd. Dan is het prima, joh, hè? Hoppakee. Dat is een straatje voor de Rickert. Oh, ja, nee, oké, prima. Oh, ik heb ook heel iets anders van de mortgage afgehaald, of niet? Ik heb geen idee wat ik zojuist gedaan heb. Heeft hij nu alle stations? Hey, daar ga je niet mee winnen, maar wel leuk voor je, man. Gefeliciteerd. Ik gun het je van harte. Eens even kijken. Oh. Zo, even kijken. Ik heb ook die groene gekocht toen een keertje, toch? Ja, die kan weer op de kop. Gewoon alles op de koplijn, gast, even kan natuurlijk. Heb ik al gegooid. Nee, dat is even doen. Niet te hard van stapel lopen. Er zijn nog vele stapels waar we op kunnen lopen in de toekomst. Doe een kanskaart. Oh, nee. We gaan naar Illinois Avenue. Dat is... Oh, dat is van de... Ja, dat is de ene die ik net heb gekocht, of niet? Hey, dat is een prima deal. Ja, we kunnen hier hotels op gaan bouwen, maar dat is meer een soort symbolisch. Van, haha, als je er nu op komt, moet je echt een goede $90 betalen. Niemand gaat failliet. Nog niet. Dus even kijken of we er meer over kunnen praten vandaag. Ik kwam iets tegen. Dat is een bericht van de National Trust. En de National Trust is wat in Amerika, in Nederland zou je dat een beetje de vereniging natuurmonumenten noemen. Toevallig hier in de buurt is een heel grote houten piramide. Die staat genoteerd als natuurmonument. Ze hadden in ieder geval een hele emotionele oproep gedaan. En dat was, mensen, als jullie gaan plassen, doe het alsjeblieft op de composthoop. Ja, dat is een hele leuke boodschap eigenlijk. We zitten momenteel gewoon heel erg met ja, onze fertilizers, weet je wel. Het is zo'n irritant moment, zo'n awkward moment, waar je wel het Engelse woord weet, maar niet het Nederlandse woord. Fertilizers, die shit waarmee je grond vruchtbaar maakt. Je mest, die shit. Het zit er gewoon heel slecht voor het milieu en al die troep. Als je gewoon een compostbak hebt, wat gewoon rottende planten is, als je daar gewoon even een hele goede straal in mikt, dan gaat het blijkbaar super goed groeien. En is de natuur super blij met je. Dat werkt eigenlijk ook voor urineren over planten heen. Als je gewoon even in de bosje aan het plassen bent. In principe is het daadwerkelijk goed voor de planten. Wat je ziet is de plek waar je precies plast. Daar gaan alle planten dood. En dan precies een stukje ernaast gaat hartstikke goed. Wat eigenlijk gebeurt, het punt waar je op plas landt. Daar zijn te veel voedingsstoffen. Het is gewoon zoveel stikstofhoudende verbindingen. Het ureum in je urine. Het is gewoon net even te veel. En dan, oh, zoveel. En dan gaat het dood. Maar het stukje eromheen, wat een klein beetje op. Van, oh, lekker klein beetje. Oftewel, als het buiten gewoon volle bak aan het regenen is. Ga gewoon even lekker plassen. Het geldt ook voor de vrouwen trouwens. Jullie kunnen ook plassen als het goed is. heb ik een keer vernomen. Stond op Wikipedia. Precies. Waar gaan we er meer over hebben? Nou. We kunnen het over een heleboel leuke dingen hebben. We kunnen het gewoon even lekker casual hebben over klimaatverandering. Wie is er niet groot mee geworden? Vanmorgen had ik een lekker tweetje van Thierry Baudet gespot. Altijd die lekkere tweetjes van die gekke Thierry. Misschien was het gisteren. Het ging over zure regen. Ik denk dat sommige van jullie niet eens bekend zijn met zure regen. Zeg maar een aantal jaar terug, jaren 80, nog voordat ik überhaupt een ding was, had je iets uit de zure regen. Wat inhield dat er waren heel veel zwavelverbindingen in de lucht. En dat reageerde in de lucht tot zwavelzuur. En je had letterlijk gewoon zuur dat uit de lucht kwam vallen. En net zoals met de urine gingen alle planten dood. En toen de tijd was dat echt de shit in de krant. Van oh my god, zure regen. We're all gonna die. Dat was oh. Oh, in één keer al mijn geld weg. Oef. Dat is zure regen. Precies, even kijken. Ja, zelfs dan heb je niet genoeg geld. Dus balen dit. Zure pil. Even kijken, ik kan die nog wegdoen, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Oké, dan moet ik even gauw één hotelletje verkopen. Er is oprecht een realistische kans dat ik ga verliezen van die andere dude. Puur omdat, ja, hij heeft wel gewoon een straatje vol, weet je wel. Misschien moet ik gewoon op een gegeven moment wat shit gaan verkopen, gewoon puur om geld vrij te maken. Maar dan koopt hij het waarschijnlijk. Er zijn problemen gaande, vooral als ik zo meteen op die vakjes kom. Laten we gewoon even onze handjes samenvouwen en met z'n allen lekker gaan bidden. In ieder geval Thierry, de gekke Thierry-meister, die tweette van, hey,
In de jaren 80 maakten we ons super veel zorgen om zure regen. Waar is dat nu, weet je wel? En wat in principe een heel goed punt is. Van, hé, we maken ons blijkbaar... Oh, mijn holtes. Autocel. Oef, hoe ga ik nu ooit nog winnen? Hele goede vraag. Ik was zo vol vreugde en zelfvertrouwen. En nu dit. Dat is heel kut dit. Ik verkoop nooit dingen. Maar het is nu echt gewoon een optie van... Kan ik niet gewoon even wat verkopen of zo? Ik heb echt geld nodig. Heel hard. Wie moet ik eventjes met mijn handen zo verwennen dat ik even wat geld krijg? Want anders ga ik dit echt heel hard verliezen. Misschien had ik ook gewoon beter gewoon meteen kunnen zeggen... Ah joh, laat maar. Zo mooi wees zo niet. In ieder geval, hij zei van... Ja, hey, fucka, zure regen. Sloeg uiteindelijk helemaal nergens op. Dus, klimaatverandering. En waarop ik dus zei van... Ja, maar gozer, het ding was met zure regen... Dat, we hebben er wat aan gedaan. We hebben toen allemaal hele coole pompen gebouwd. Ontzwavelingsinstallaties boven de plek waar we veel met benzine werken. En toen hebben we de hoeveelheid zwavel in de lucht, ik geloof met 89% omlaag gehaald. En toen was er geen zure regen meer, omdat we actie ondernamen. In de tijd geleden heb je vast al veel gehoord over het gat in de ozonlaag. Maar weet je wat daarmee gaat? Het gaat daadwerkelijk weer dicht. Het gat goed. Omdat er waren allemaal stoffen waarvan we zeiden, hey, dat is slecht voor de ozonlaag. Weet je wat? Dan maken we die stoffen verboden en dan letten we erop. Dus eigenlijk probeerde hij zo'n punt te maken van, hey, maar dit is helemaal gezeik, dit is helemaal niet belangrijk. Ja, omdat we er wat aan gedaan hebben. En misschien moet op de lange termijn ook een keer wat gaan doen aan het klimaat. Nou snap ik ook wel dat wat veel mensen een beetje zeggen tegen linkse partijen, zoals bijvoorbeeld een GroenLinks, en vooral klimaatpartijen natuurlijk juist, is van ja... Ze hebben ook best wel een goed punt. Je kan Nederland 100% CO2 neutraal kunnen maken. Je kan Nederland gewoon alle Nederlanders doodmaken. Vuilen toch alleen maar. En dan gewoon allemaal vervangen met bomen. Zelfs dan gaat de wereld alsnog naar de tering. Want Nederland is zo'n klein teringland. Het maakt niet uit wat we doen. Als grotere landen gewoon uit het Parijsakkoord stappen. Worden we alsnog royaal in alle holtes genomen. En daar zit wat in. Ja, we moeten deze even kopen. Omdat vind ik leuk. Ik kan wel sommige straatjes gewoon één verkopen. Ik heb geen idee wat ik dan doe, mijn man. Ik ga dit dicht doen. Ik heb ook helemaal geen geld om erop te gaan. Ik heb echt geen idee wat ik dan doe, man. Je moet gewoon soms zombie gewoon even kutten. En dan gewoon even kijken of het werkt. Dat gaat het niet doen. We gaan echt dood. Het enige fijn is, er is een kaartje met ga boardwalk. We moeten gewoon even 5 rondjes om het bord heen lopen. Zonder op iemands vakje te komen. Kunnen we dat? Zo ja, de winst is van ons. Zo nee, kut. Waarom verliezen we de hele tijd? Fucking hardbots, jullie maken mijn leven kapot. Ik zei nog zo, ik moet nog even eentje van die roze. Had ik gewoon even moeten doen. Ik heb gewoon investeringen gemaakt in het verleden. Die in de toekomst gewoon verkeerd hebben uitgepakt. Voor mij, voor mijn partners. Voor de aandeelhouders. Precies. Ik zag toevallig vandaag een plaatje. Het ging over dat hele Mark Rutte dividendbelasting gezeik. Ik word in één keer erg politiek relevant met deze serie. Ding is dus, dividendbelasting toch niet afgeschaft. Waar gaat het geld heen? Onderwijs, zorg, nee, het gaat alsnog naar het bedrijfsleven toe, hè? Huh? En toen hadden heel veel mensen iets van, ja, verdomme Mark Rutte, waarom pijp je zo graag het bedrijfsleven? Interessante vraag, waarom doet hij dat eigenlijk? En dus iemand had een plaatje gedeeld van waar een aantal mensen met de wereld was vergaan. Een paar mensen in pakken zitten om een soort vuurtje heen en hele kleren zijn helemaal verschrompeld en kapot. En zeggen van, ja, de wereld is vergaan, maar de aandeelhouders waren wel een paar jaar, dus het is echt veel chill. Dus ja, dat was mijn populistische rant. Ik ga de politiek in. Net zoals Jan Roos, die was vandaag ook in het nieuws. Jan Roos, die heeft €44.000 betaald gekregen van de tabaksindustrie. Als in Jan Roos heeft al een tijdje YouTube-video's gemaakt. Hij is de eigenaar van de video Top 10 Snacks. Maar die letterlijk 10 snacks eet achter elkaar in één video. Ik vind het echt respect. Die gast gewoon letterlijk naar de snackbar gaan met, hey, mag ik een frikandel? Een kroket, een bami-hap, een berenhap. Hij heeft gewoon alles meegenomen. No fucks. Dat in ieder geval. Had een tijdje YouTube-video's gemaakt. Eerst ging de politiek in. Toen ging hij van bijna helemaal niet een zetel krijgen naar top 10 snacks. Wat echt een hele sneu video was. Echt niveau van wat ik zou maken. Maar ik was niet bijna politicus. En nu krijgt hij dus €44.000 van de tabaksindustrie. Hij maakt een campagne tegen de betutteling. De betutteling is in principe steeds strengere regels. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh, je mag niet app op de fiets. Ze pakken alles van ons af. Geen Zwarte Piet, oh nee. En dat is in principe een prima campagne tegen betutteling zijn. Dat je steeds minder mag. Verdomme.
Maar hij krijgt dus betaald door de tabaksindustrie om voornamelijk in dit verhaal mee te nemen... Ja, hoezo dat de verpakking van sigaretten verandert? Zo, want niemand boeit dat, gast. De enige persoon die het kut vindt dat de sigaretten zo meteen een andere verpakking krijgen... zijn de mensen van de sigarettenfabriekjes. Want die vinden de verpakjes die ze hebben allemaal hartstikke mooi. Oh, hoezo? Oh, de betutteling. Hoezo moet op sigaretten staan dat je kanker van krijgt? Wat is dat nou? Dat wil ik helemaal niet. Oké, Roos, sure. Hij krijgt geloof ik ook betaald door de vuurwerkindustrie. Aangezien, ja, door de betutteling krijgen we steeds minder dat vuurwerk. Mag je alleen maar specifieke momenten afsteken. Willen we niet. Fuck betutteling. Dus hij krijgt heel veel geld. Sinds wanneer is de mening van die man zo relevant dat hij er 44.000 euro voor krijgt? Dat is gewoon een jaarsalaris. Dat is een prima jaarsalaris. Gewoon alleen maar te zeggen, hey, doe niet. Dat wil ik ook wel. Nou... Alsnog, als ik 44.000 euro zou krijgen om het op te nemen voor de tabaksindustrie. Het idee is dan wel dat er weer 44.000 euro uitgegeven wordt aan sigaretten. Dan ga je weer dood van. Ik heb het vast al een keer verteld, maar een vriend, slash makker, slash kameraad, slash klasgenoot had ooit als profielwerkstuk onderwerp voor economie. Zijn rokers goed of slecht voor de economie? Wat ik een hele interessante vraag vond. Want ze betalen een heleboel accijns. Alle sigaretten, ik geloof dat 4 euro of zo per pakje gaat momenteel gewoon direct naar de overheid. Dus dat is super chill. Ze gaan eerder dood, dus ze belanden niet in de zorg waar we super veel geld voor ze moeten dokken. Dat is best positief. Moet ik nou letterlijk? We gaan heel vaak letterlijk roepen, heel boos. Ik moet echt eens zo'n huisje eraf knallen. Kom op. Dan moet ik weer voor dubbele monies terugkopen. Nou, wat is dit voor poepspel dan? Ik ga echt nooit winnen. Kan ik stoppen? Je kan sowieso stoppen, Rick. Maar dat is wat losers doen, precies. Ik heb trouwens tamelijk goed nieuws. Vanavond zal er door mij, yours truly, gelivestreamd worden. Ik heb echt al 2 weken lang niet gestreamd op Twitch. Ik mis het gigantisch hard, maar ik heb het gewoon heel druk. Ik heb gisteren maar 1 upload. Vandaag dit de eerste upload. Ik ben gewoon heel druk bezig met mijn stage of zo. Dat schijnt tijd te kosten om naar een stage toe te gaan. En een beetje dingen te doen en weg te gaan. Dus ja, YouTube-video's kan ik overslaan. Ik kan niet gewoon zeggen, hey baas, ik kom even een week niet. Ik ben even bezig met Minecraft spelen. Dat schijnt geen ding te zijn als je je diploma wil halen. Voor de rest helpt het niet mee dat ik iedere dinsdagavond in Amsterdam zit voor mijn comedy show programma ding. Gisteren was het trouwens erg leuk. Volgende week is de allerlaatste show. Koop uw kaarten. En daarna heb ik echt weer veel meer tijd, voornamelijk. Dus dat is ook alweer super mega handig. Voor de rest is het toch allemaal irritante dienstmededelingen aan het doen ben waar ik mij mezelf promoot. Kijk alsjeblieft, als je het nog niet gezien hebt, eventjes naar de XXL gameplay van afgelopen zondag. Hij is best leuk. Waar ik Amnesia, The Dark Descent speel. Ik ga gewoon even één feitje recyclen dat ik echt 2 uur in die video vertel. Want je hebt hem toch niet gezien zover. Het had te maken met Coca-Cola. Die hadden een tijdje dat die blikjes waren 5 cent per stuk. En het probleem was dus weer fucking muntgeld. Daarom is het nu nog zo van relevant. Je kan het niet 6 cent maken, want mij hadden ze toen helemaal geen centjes meer, denk ik al, misschien. I don't know, er was in ieder geval een reden dat werkte niet lekker. Of misschien accepteerde de machine geen centjes, er was iets. Dus toen, ja, moesten ze eigenlijk gewoon de prijs meteen verdubbelen, van 5 naar 10 cent. Maar dat is toch wel heftig als bedrijf, als je denkt dat je product 2 keer zo duur maakt. Dus, gingen ze naar de Amerikaanse staat toe. Zeiden ze van, hey, kunnen we een nieuwe munt maken van 7,5 cent? Dan kunnen mensen makkelijker onze blikjes halen. Dat mocht niet. Hebben ze een systeem gemaakt dat 1 uit de 9 blikjes cola die je kocht voor 5 cent was leeg. Had gewoon geen cola in. Zodat dus de kosten over iedereen verdeeld werden. En als je gewoon heel vaak cola dronk, ja, soms moest je er even 2 halen dan. Maar meestal niet. En dan verdeel je het een beetje netjes over de mensen. Ja. Ja, ja, ja. Doet me denken aan de Intercity Direct. Dat zijn die treinen waar je extra moet betalen. 2,40. En ik geloof in de... In de daluren 1,40 of 1,20 dan. De helft in ieder geval. De helft van 2,40 is 1,20. En als je dat dus niet hebt. Als je gewoon normaal ingecheckt bent. Maar je hebt niet dat extra supplementje. Je betaalt dus extra. Maar het is gewoon een afsnijroute eigenlijk. Je kan dan met de trein erheen. Maar ze hebben gewoon een los stuk gebouwd. Van pam pam. Lekker snel. Als je lekker snel wil. Moet je wel betalen. Dan kunnen we weer terugbetalen. En op een gegeven moment wordt het dan goedkoper. Blablabla. Precies. Als je lekker snel wil. Moet je even lekker betalen. Precies. En dan kan ik wel een halve lang in mijn bed liggen voor 1,20. Schort van goede deal. Maar het ding is, ze checken het nooit. En als je wel checken, als je wel gecheckt wordt, dan betaal je 10 boete. Je moet 2,40 betalen. Ik denk van ja, ik word niet 1 de 4 keer gecontroleerd.
Dus af en toe denk ik, ah joh, fuck it. Ik neem dat supplementje wel niet. En dan betaal ik gewoon dat tientje af en toe. Is goedkoper. Dat is het cola verhaal. En iedere keer als ik dat doe, dan word ik opeens wel gecontroleerd. Echt iedere keer. Er is een groot complot. En ik ben de dupe. Iedere keer denk ik, nou ja, laat maar zitten. Dan dat. Dus ja, als ik cola zou kopen, zou ik gewoon 3 lege blikjes achter elkaar krijgen. En dan ga ik maar gewoon voor Pepsi, of niet dan? Even kijken. Ja, we hebben echt dit potje keihard verloren. De enige hoop is nog, als iedereen opeens op mijn vakje komt. Paars het liefst eigenlijk gewoon zichzelf dood maakt. Is dat een optie? Geld maakt niet gelukkig. Dus aan de andere kant mag het potje ook wel zo van af zijn. Ik heb nog zoveel leuke verhalen. Alleen ik heb het gevoel als ik ze nu vertel aan dit punt van de video gaat niemand ze zien. Behalve de paar strijders die echt heel benieuwd zijn of ik dit potje ga winnen. Nee, dat ga ik niet. Oh! 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 Autocel! Kan niet! Oh! Ik had nog al mijn spullen kunnen verkopen, maar dat ga je echt niet meer halen. Ik heb wel eens potjes dat ik op het einde denk, woep, in één keer weer inhaal. Maar dat, je moet realistisch blijven. Dat is voornamelijk. Je moet weten wanneer het wel of niet kan. En deze keer helemaal kapot gemaakt. Dus, kom naar mijn livestreams. Kom naar mijn live shows. Abonneer, doe een duimpje omhoog. Hey, en pas op met dildo's met camera's erin. En hele grote stenen met vierkante gaten. En ruik niet te veel aan je muntgeld. Doe een duimpje omhoog als je vandaag iets interessants hebt geleerd. Of niet. Even kijken, tot de volgende aflevering. Doei!